Boekenbal 2010. Mijn eerste boekenbal zou Harry Mulisch laatste boekenbal zijn. We zagen hem aan de rode loper, waar het druk was en waar hij natuurlijk geen tijd had om mensen persoonlijk te woord te staan, behalve grote camerateams. We hebben foto's van hem gemaakt met Robert Ammerlaan, zijn grote vriend en uitgever. We zagen hem binnen een paar keer in de drukte aan dat andere eind van een lange en drukke en volle hal. Maar aan het einde van de avond, een uur of 12:30 s'nachts, konden wij Harry Mulisch spreken. En ik aarzelde. Ik was een fan al heel lang. Ik heb op mijn 12e De Aanslag gelezen. En sindsdien ben ik definitief verslaafd aan de literatuur. En verslaafd aan Harry Mulisch. En hier zat de grote man van de romans. Maar ook de grote man van reportages, van essays. En de man, en dat vergeten mensen wel eens, van poëzie. Want zijn poëzie is wat wisselvallig. Maar er zitten uitstekende gedichten en uitstekende reeksen tussen. Dus ik moest Harry Mulisch spreken. Daar moest ik het over hebben, natuurlijk over zijn poëzie. En ik aarzelde, want wie was ik? Ik was 26, 27 jaar oud. En hier zat de grootste levende schrijver aan een glas wijn. Er was herrie van muziek, er was herrie van geschreeuw en gegil. Meer mensen wilden Harry Mulisch aanklampen. En toch was hij een min of meer luisterend oor. En hebben wij over zijn poëzie kunnen praten. Mijn eerste boekenbal, Harry Mulisch, laatste boekenbal. Mijn enige echte ontmoeting met de grootste, nog levende toen, nog levende schrijver van Nederland. Hij is niet meer. In memoriam, Harry Mulisch.